Illustrator Henny Vaassen legt uit waar zijn nieuwe stripboek Hotel Hartenstein, deel 2 uit de serie Operatie Market Garden, over gaat. Het tweede deel van de graphic novel van Slag om Arnhem gaan uiteindelijk 3 delen verschijnen. Het tweede deel gaat heten Hotel Hartenstein en speelt zich grotendeels af in Oosterbeek, maar ook in Arnhem. Hier dus in de Zwarteweg bij nummer 14. Waar generaal Urquhart en 2 van zijn mannen 36 uur op dit vlierinkje, helemaal bovenin, opgesloten hebben gezeten. Waarom is deze plek zo belangrijk in jouw verhaal? We gebruiken het vastzitten van generaal Hartenstein om de generaal een flashback te laten hebben over... Dat hij bij zichzelf nadenkt van hoe is het nou zo gekomen, waarom zit ik hier op dit zoldertje. Dus hij heeft tijd zat om na te denken. Dus dat is een aantal bladzijden. Beneden hier op straat staat een Sturmgeschütz, een Duits gemechaniseerd kanon. Het ding staat hier en ze kunnen niet weg, ze kunnen niet terug naar de mannen, zitten aan alle kanten ingesloten. Dus ze moeten een dag en een nacht in totaal. Hij was natuurlijk geland met een hele divisie, iets meer dan 10.000 man. Deze plek was frontlinie, dus de doorgestoten mannen zaten hier. Hij ging polshoogte nemen van hoe de gevechten gesteld waren. De communicaties waren heel slecht, dus hij ging zelf polshoogte nemen. En... Doordat die frontlijn niet duidelijk was, raakte hij op een gegeven moment afgesloten van zijn mannen. Hij kwam hier om de hoek, de Alexanderstraat, kwam die. Daar is hij eerst in een ander huis gevlucht, Alexanderstraat 136. En daar is hij ook moeten vluchten. Is hij hier achter dat steegje ingelopen. En is hij via het achtertuintje is hij het huis binnengelopen. Voor kon hij niet meer verder, aan de achterkant kon hij ook niet meer verder. Dus is hij door de mensen in het huis geloodst naar het vlierinkje. Piepklein vlierinkje wat hier bovenin zit. En daar hebben ze 36 uur opgesloten gezeten. Hoe verloopt het proces van deel 2 tot nu toe, Henny? Nou, het verloopt goed. We zijn begonnen met het tekenen. Het scenario is klaar, is ook bekeken door historici en mensen van het Airborne Museum. Dus het historische gehalte is getoetst en goed bevonden. We zijn nu begonnen met het tekenen en dat loopt door tot aan augustus. Dan gaat het naar de drukker en september is het klaar. Dus het tekenen, uitwerken is begonnen en het inkleuren zijn we mee bezig. Wanneer en waar is de boekpresentatie van deel 2? Het boek gaat heten Hotel Hartenstein. Dus de ideale plek om het boek te presenteren is het voormalige Hotel Hartenstein, het huidige Airborne Museum. Eind augustus is de presentatie.